De Nederlandse kampioenschappen, jonge skeertser en wie kom ik je tjen op het keersveld de Fortuyn, de huid van Pieter Fortuyn, jarenlang bij de haardklasse geweest, jarenlang analyseert Fortuyn, fijn dat je hier binnen. Volg je het jonge skeertser nou wat? Ik volg het jeugdskeertser in het algemeen niet, want ik ben wel naar de squaljongens, ik ben wel eens even naar de pupillen, ik ben wel eens even geregeld naar de jongens. En eerste klas, vrije formatie, tronologie, dus ik ben heel geregeld met keertsen. Nou weet ik, uw ervaring, je bent een man van statistieken. Hoor ik wat bij? Ik hoor wel wat bij, maar op dit moment hier bij deze partij, daar kom ik je ermee voor. Als nog bij de eerste klas vrije formatie, dan hoor ik wel wat ik in het oor bij. Ja. En wat maakt dan een tanker voor toen? Nou, dan maakt denk ik om van de aantal boetenslagen natuurlijk. Maar eigenlijk het aantal slagen op een size gelijk, waarvan ik bij mezelf denk, wat jouw opslag en over bal, hè? Is dat een mooie burg? Of is het zonder risico? He, dus zonder risico, ja, dan ben je wel bent, maar dan lezen we boven. Dus nee, daar let ik dus wat op. Ja. Wat vind je van het niveau hier algemeen, Joer? Nou, let me zo zeggen. Ik zie je nieuw aan het en heel veel Lietse Dwarkes werd toch traaien. Keersers waar komen die alle drie een functie gaan, ja. Want ik ga dat in volledig wel oorsje want dan winnen de literen door, dan winnen de Indian Goeien en de rest is eigenlijk niks. Dus in de breedte zie ik toch wel dat je wel aardig keersers wordt en goede keersers winnen, maar talenten echt, daar zijn nog die renner echt uit, best sterke jongens, maar he, dan kracht, maar net echt dat nog steeds van hoe je komt een adel. En wat je deze jongens die maar eigenlijk taken hier al een adel ervan naar de senioren, maar dan krijg je het moeilijk. Ja. Dan de wedstrijd zijn hier, denk ik even jongen van Points Tjin Sojbjerm. Hoe zie je deze partij weer waarom? Nou, ik vind dat waren drie keers. En Points natuurlijk maar die robot. Ja, hele goede keertje. Maar die, ik vond toch dat Sojbjerm hem aardig moet spul zetten. Ja. Dat vond ik heel goed en weer tactisch heel goed. Dus en dan ken hij het ik net naar hem taalhoeken. Dus nee, ik vond het wel terecht dat het zou eindigen. Ja, en nou ja, het opslaggeweld van Dirk Erma. Hè? Ja, gedurfd, hè? En zijn leiders de eerste ik. Hè? Ja, dus dan kun je als je een samperk risico neemt, ja. Dan komt het toch een heel eind. Ja. Dan de eerste klas, dit joh, volg je wat zie je daar van toen vooral? Nou, dat is een prachtig jonge keertje die er een soort van doet en ik in het verliezen denk ik naar de eerste klas en vaak een prachtig orderen, maar nu zit het dan heel soort jeugd. Ik denk, nou, die klap je toch nog door. Dus we hoeven ook net zo pessimistisch te wijzen op keertje. Nee, het is misschien in de breedte wat je zegt, wat algemener niveau, maar de talenten komen er aan ze wel uit. Nou, ik zie in de eerste klas zie ik toch echt wel heel soort die om elkaar werken. Ben echt goede keertjes, meer is middelmatig en ik dash ook. Echt, heel weinig echt uitrennen. Hey, maar het, ja, dat trof het er echt wel weer mooi keerst. Want het is wel aardig waardig. Ja. Wat vind je van het keertje nou hier dan? Oh. Ik geniet je van. Het wordt mooi keerst, het wordt met de kop keerst vaak. Ja. Dus, en dat maakt zijn natuurlijk echt wel. Want je zit maar een peer bij die het echt heel volle kracht had. Voor de rest maakt het eigenlijk toch wel van een beetje van met de kop keerst worden. Ja. Is dat voor ja, de Vreule dit hier best wel verrassend wie er uit de hoed van alles heel? Nou ja, dat denk ik wel. Ik zit bij Ponge en mijn naam en Beltsum. En nou, misschien Seksbieren. Maar dat ben wel, denk ik wel, de partijen die er een beetje meer kennen dan de rest. Ja.